Azarijne is begonnen met een gedacht, gelijk alle verhalen denk ik, over een kuisvrouw die veel te slim en te leep is om alleen maar de rommel achter die mensen hun gat op te kuisen. Dat idee hebben we gelukkig kunnen verbreden en bereiken en we hebben haar een leven gegeven, ons Madeleine. Een leven dat begint in Okselaar, gelijk okselhaar, maar dan zonder H. We gaven haar een karakter en een sterke wil. De wil om vooruit te komen in het leven, weg uit de marginaliteit. We gaven ons Madeleine een hobbelig parcours. Mijn ongewilde zwangerschap, een mislukt huwelijk, passages aan de kassa in de Spar, aan de lopende band van de erwtjes in een conservenfabriek, bij een begrafenisondernemer en uiteindelijk bij Elfriede en Jacques. Rijke mensen uit Aarschot, maar een beetje wereldvreemd. Ik heb altijd heel graag aan de Molenvijver in Okselaar gewoond, vooral toen ik nog klein was. Als kind kun je niet beter wonen. Bossen en struiken, wildernis waar je u kunt verstoppen en waar je kampen kunt maken. In de vakantie speelden wij 's morgens rap ons boterhammen binnen en hadden wij buiten deugnieterij uit tot onze buik begon te grollen van de honger. Na de noem van hetzelfde, totdat ons moe ons riep voor het warm eten. We waren met z'n tweeën thuis, ons Anita en ik. Ons Anita is onder een camion gelopen op de grote baan toen ze sigaretten ging kopen voor onze va. Ze was nog maar 12 jaar. Ik ben 2 jaar ouder, enfin, ik was 2 jaar ouder. Onze va is toen beginnen drinken. Het is te zeggen, hij dronk al heel veel, maar na de begrafenis van onze Anita is hij niet meer nuchter geweest. Geoverdrijft, Madeleine, zeggen de mensen. Maar de mensen waren er niet bij als hij op minder dan een uur tijd een fles goedkope Geneversoldaat maakte. Als hij ons moe afroste met de keuterhaak. Als hij de meubels kapot sloeg en het servies aan gruzelementen smeet. Als hij mij probeerde te pakken. Dat is hem nooit gelukt. Ik ben een rappe. Altijd geweest. Meer wil ik daar niet over zeggen. Hij is al lang dood, onze va. Doodgezopen. Wat had gij gedacht? Beste mensen, het is mijn plicht om u te waarschuwen. Het is mijn plicht om u te waarschuwen voor Madeleine. Luister in godsnaam niet naar haar. En als je toch niet kan nalaten om naar haar te luisteren, weet dat ze liegt. Kent je de uitdrukking, ze liegt als ze stinkt dat haar gat ervan blinkt? Wel, die is haar op het lijf geschreven. Zoals de tatoeages die ze heeft laten plaatsen, op plaatsen waar ik niet over wil spreken, haar ook op het lijf geschreven zijn. Ze zegt dat ze niet roddelt, maar ze doet niks anders. Ze verdraait alles, alsof het haar allemaal overkomen is. Alsof ze er zelf niet voor gezorgd heeft dat het haar overkomen is. Wat daar niet uitkomt, dat verzwijgt ze. En wat daar wel uitkomt, dat blaast ze op. Het enige dat min of meer klopt aan haar verhaal, is het einde. En net daar zult je niet goed van zijn. Kom achteraf niet zeggen dat ik u niet gewaarschuwd heb. Hoe gaat dat, wanneer twee mensen die nog nooit samen geschreven hebben, samen een verhaal willen schrijven? Wel, dat is moeilijk. Niet aards moeilijk, maar toch wel lastig. Daarom zijn we voorzichtig begonnen. Met een feuilleton. Dat geeft stress, want iedere week moet er een aflevering verschijnen. Maar langs de andere kant geeft dat ook geruststelling, want je kunt langzaam aan je personage bouwen. Dat deden we op treinen, tijdens wandelingen, in cafés. En zo kreeg ons Madeleine langzaam vorm. Tot wat ze nu is. Een levensechte romanfiguur die je zal aanspreken en veroveren. Daar is geen ontkomen aan. Toen ik pas binnen was geraakt bij Elfriede en Jacques, dacht ik bij mijn eigen: Madeleine, je hebt nu treffelijk werk bij treffelijke mensen. Probeer dat te houden. Beschaam het vertrouwen niet. Doe geen stommiteiten. Bijt op uw tong. Zwijg vooral over Okselaar. Je bent discreet. Maak er het beste van. Maar die mensen waren echt geïnteresseerd in mij. Vanaf de eerste dag. Die luisterden met open mond naar mijn verhalen over mijn ouders en Anita en de Ronnie en onze Lou. Onze Lou zat toen nog niet in het gevangen. Dat hij 3 jaar heeft gekregen, is het enige wat ik nooit heb willen verklappen. Ik zei, madame, want ik noemde Elfriede toen nog madame, het is niet voor het een of het ander, ik babbel graag met u en uw koffie is lekker en uw koekjes nog meer, maar uw huis gaat niet vanzelf proper worden. Och, Madeleine, zei Elfriede, en het was toen dat ze mij voor het eerst bij mijn schouders pakte en in mijn ogen keek, gelijk ze nu dikwijls doet, als teken van vriendschap. Trek het u vooral niet aan. Als het moet, zal Jacques wel eens met de stofzuiger rondgaan.
Ik kreeg de slappe lach. Allee, madame, dat kan toch niet, kon ik met veel moeite uitbrengen. Een directeur die stofzuigt terwijl de kuisvrouw aan de koekjes zit. Stel u voor. Op de duur hadden we alle twee de slappe lach en het beterde niet toen Jacques zelf thuis kwam van zijn fabriek. En weet je wat hij deed? Die draaide een keukenhanddoek rond zijn kop, pakte de stofzuiger en liep er zingend mee rond de tafel. En weet je wat voor liedje hij zong? Madeleine, van een Franse zanger die dood is. Louis van Dievel en Britt Droog hebben met Madeleine een bijzonder boek geschreven. Een boek over mensen over wie zelden boeken worden geschreven. Vlaamse plattelandsmensen die nipt de kop boven water kunnen houden op de rauwe rafel dorpsleven die hen rest. Soms scheert het boek rakelings langs het cliché en de ridiculiserende karikatuur. Maar Van Dievel en Droog ontwijken die valkuil vakkundig door hun personages bloedeerlijk neer te zetten. Met hun gebreken en hun kleine kanten. Maar ook met hun trots en hun waardigheid. En vooral met hun authentieke menselijke gevoelens. Madeleine is een bij momenten hilarische monoloog. Maar Madeleine is ook de bijtende en schrijnende kroniek van een tragisch leven. Wie Madeleine leest, zal Madeleine niet meteen vergeten. Je moogt gerust zijn.